De beschikking loopbaanontwikkeling, vergelijkbaar met een handvest voor districtscommissarissen, is door RO-minister Edgar Dikan overhandigd aan Margaretha Malonti, deken van districtscommissarissen, en Glenn Sami-Persat, voorzitter Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De overhandiging vond gisteren plaats op het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De loopbaanplanning bevat richtlijnen, taken en disciplines van de bestuursdienst. Volgens DC Malonti zijn bestuursambtenaren verplicht zich te scholen. Zij is daarom opgelucht dat deze fase is bereikt, omdat zij meer kadervorming verwacht. Bondsvoorzitter Swami Persat zegt dat de vakbond al 15 jaar vraagt naar een loopbaanplanning. Hij heeft de minister gevraagd om de bestuursambtenaren ook in de gelegenheid te stellen een opleiding tot buitengewoon agent van politie te volgen. De minister hoopt dat met dit document de chaos die heerst over bevorderingen tot het verleden zal behoren.